When we launched Philips Azurion in February of this year, we introduced a revolution in image-guided therapy where performance and superior care become one. Azurion has been designed to optimize lab performance and improve efficiency at every step of the interventional procedure. But seeing is believing, so to prove this, we conducted an extensive workflow study with our trusted partners at Sint Antonius Hospital in the Netherlands. And this is just the beginning. 2 years ago, we initiated a hospital study in partnership with St. Antonius Hospital in the Netherlands to give proof that with Philips Azurion, performance and superior care become one. After conducting 775 procedures, our independently verified study showed statistically significant proof that the introduction of Philips Azurion enabled St. Antonius Hospital to achieve a 12% reduction in patient preparation time, a 17% reduction in procedure time, a 28% reduction in post-procedure lab time, and a 25% reduction in planned cases finished after normal working hours, resulting in the ability to treat one more patient per day. Now see the story behind this extensive study. We as a hospital always have challenges in our budget and limited amounts of money to spend. We are always looking for opportunities to get better outcomes and better results at lower costs. So if there are possibilities to invest in new technologies or new treatments which bring the same or better results to the patient with the same or lower costs, that's always in our interest. For Antonius, it's very important that we are known as a leading institution in heart diseases, oncology, vascular disease management. So in these areas, we are well known and we want to keep that position. We hebben een aantal uitdagingen als manager. Een van die uitdagingen is hoe gaan we om met onze spoedpatiënten. De andere is van hoe plannen we de procedures op de dag. In the intervention department, our biggest challenge we see is that we see an increasing complexity of all the procedures we perform in every normal working day. And increasing complexity means more time. It takes us more time to complete one single procedure. Yet on the other hand, the pressure is to perform more procedures in a single day. Another challenge we face is communication challenge. We really don't want to stop in the middle of a procedure because we have to switch to a different type of equipment. Waar we in de interventiekamer tegenaan lopen is dat we vaak zo druk zijn met nieuwe procedures en heen en weer lopen om andere gegevens te pakken, dat we minder tijd hebben om aan de patiënt te besteden. Ik werd gezond, spanning, er moet iets gebeuren. Dat is logisch. Ze gaan een ingreep in je lichaam doen. Ja, je stapt in het ongewisse. Dat is het gewoon. Ja. Je hebt wel een boekje gelezen, maar ja, om je dat in te beelden en wat er dan gebeurt, dat is dan niet aan de orde. When we started looking for a new interventional system, we really questioned ourselves: what do we need to be able to perform these complex procedures? And to look into this, we performed an extensive baseline analysis of our workflow. And by using the results of this analysis, we were able to identify what our specific needs would be for a new system. And that's how we came up with Azurion. When we acquired a new system, we were able to look at our procedures again and to see if we could gain speed by doing more patients per day or spending less time per procedure with the same or better outcomes. Well, when I first entered the room, I was really impressed because I know that we do some of our most complicated procedures here. It looks really very easy, and of course it's very complicated still. Met de Azurion is de hele time-out procedure veel makkelijker geworden, want we hebben nu alles op het scherm. We staan naast de patiënt, kunnen het gelijk afvinken. Alles wordt gelijk digitaal gearchiveerd en iedereen kan het heel makkelijk terugvinden. Ik kan heel makkelijk dingen voorbereiden terwijl we nog met de andere patiënt bezig zijn of nog iets opzoeken van de vorige patiënt. The availability of procedure cards actually helps us considerably in setting up a patient according to protocol. It means we have a standardized way of setting up the system, making the system ready for every single patient that we perform. We can perform important tasks without leaving the table, without moving around, without walking, and especially without compromising our own sterility. Omdat je makkelijk kan switchen, bijvoorbeeld aan tafel al onderzoeksbeelden kan terugkijken, kunnen we de proceduretijd wel versnellen. En daardoor ook meer aandacht aan de patiënt besteden.
Wat ik er nog meer erg prettig aan vind, is dat we heel veel dingen aan tafel gelijk voor ons eigen gebruik kunnen aanpassen direct. En daar andere onderzoeksmodaliteiten ook gelijk bij halen. Als we de echografie willen gebruiken, dat beeld even groot op de monitor zetten. En als we het daarna niet meer nodig hebben, dan slepen we dat weer weg in een hoek waar we geen last meer van hebben en we precies de doorlichtbeelden kunnen bekijken. And that you have not just one source of information available, but there are multiple sources of information at the same time at fully customizable sizes on screen. But also what we see is that our workflow actually became much smoother. And this meant that we were able to perform our procedures at quicker speed. De duur van de behandeling die is bij alles is meegevallen, ja. Ik had een beetje een indruk dat de behandeling op zichzelf veel langer zou duren. Er zit gewoon een hele rust in de hele procedure. Een heel groot stuk spanning is weg, ja. And finally, it helps us in the end in explaining what we found during the procedure and what we performed during the procedure to the patient as well. Ik had scanopnames gezien van het been. En in dat been zat dus één vernauwing, werd het toen geconstateerd. Wat blijkt nu, gedurende deze behandeling ontdekt de radioloog nog andere plekken waar de vernauwingen zaten, die hij ook allemaal behandeld heeft. Je hebt een vaste staf op de afdeling, maar daaromheen hebben we nog meerdere laboranten die ook op de interventiekamers werkzaam zijn. En doordat de apparatuur makkelijk bedienen is, is er ook makkelijker een uitwisseling mogelijk. Je ziet dat de proceduretijd is fors afgenomen, waardoor we beter kunnen plannen op de dag. Er is minder wachttijd voor de patiënten, dus de patiënten komen minder gestrest op de afdeling. Je merkt aan de medewerkers, in het algemeen kunnen ze gewoon op tijd naar huis 's middags, de planning gaat beter. Nu kan ik makkelijker, overzichtelijker en rustiger werken en dat geeft mij ook de tijd om aandacht te besteden aan de patiënt. Met de nieuwe Azurion zijn we in staat om het programma binnen kantooruren ook af te ronden. Well, of course, most important to be known as an innovative and leading hospital in certain areas, we need staff which support that claim. And of course, we really work on gathering outcomes as well, on the patient satisfaction side, but also on the outcomes of the treatment. It's not only technology or only good staff, it's a combination of all these factors together. And in that way, Azurion helped us as well. We work with the system for 2 years now. We have seen that it will certainly help us to improve